Dat merken we bijvoorbeeld in mijn programma's ook. Mensen komen daar binnen en hebben nog helemaal nooit zoiets gedaan. Hebben nog nooit iets verkocht bijvoorbeeld. Nee. En alle vormen van ondernemerschap komen uiteindelijk neer op dat je iets verkoopt. Of het nou een dienst is, een product is. Je verkoopt aan het einde van de dag altijd. Dus er is altijd een transactie en dat betekent altijd hetzelfde. Een andere homo sapiens moet geld geven aan jou. Ja, dat is waar het altijd op neerkomt. En als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan denk je dat geen enkele persoon dat ooit zal doen. En dat is een soort algemeen aanwezig minderwaardigheidscomplex wat mensen hebben. En dat wordt je ook wel een klein beetje meegegeven. De Nederlandse cultuur is er ook een van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Jij bent niet meer waard dan de rest. En dat vertaalt zich in de hersenen van sommige mensen tot het hele, waarom zou iemand mij betalen? En dat is een drempel waar zoveel mensen zo ontzettend mee worstelen, waarbij ze zoveel moeite hebben om daar overheen te komen. Terwijl als ze daar overheen komen, als dat één keer gebeurt, als er één keer iemand, al is het maar 9 euro, betaalt voor een e-book, videocursus, coachinggesprek, een tientje, 20 euro, 50 euro, één keer. En die hele paradigm die schakelt. En ineens is dat mogelijk. Ineens kan dat. En je gaat echt van onmogelijk naar mogelijk. En dat is 180 graden draaien.